Er is een Rotterdammer erheen gegaan. Dennis Bouwman, beter bekend als rapper Def Rhymes... is op 53-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen. Met zijn talloze hits zoals Dooku, Schudden, Puff en De Bom... zette hij begin jaren 2000 Nederland letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Hij maakte feestnummers waar jong en oud massaal op dansten. Hij bedacht vol humor nieuwe uitdrukkingen en woorden die we overnamen. Hij hield Nederland een spiegel voor met de lenzen van zijn karakteristieke skibril. En hij bezorgde miljoenen mensen dagelijks een lach op het gezicht. Het was rond dezelfde begin jaren 2000 dat ik verliefd werd op Nederlandstalige muziek en daardoor ook een beetje op Nederland. En dat kwam door deze tekst van Def Rhymes. Tot de grond, schudden met die kont, van links naar rechts. Nee, het is niet erg. Kom op, doe het. Ik was acht jaar, nog niet zo lang in Nederland en ik sprak de taal niet goed. Maar ik leerde dankzij Def Rijms meteen dat er in dit land flink tot de grond werd gezakt, konten werden geschud en dat was niet erg. En dat, als je heerlijk, en dat als je er heerlijk uitzag, je de kans liep opgegeten te worden, net als fruit. Hij bracht een van de beste Nederlandstalige albums aller tijden uit, genaamd De Allergoeiste. Het was de beste inburgeringscursus die ik kon wensen als nieuwe Nederlander. Vooral de nummers Roddelen waren legendarisch, waar geen enkele groep Nederlanders bespaard bleef. Ik leerde via zijn humoristische skits over de multiculturele samenleving en over grote steden met de daarbij behorende smeltkroes van taal, muziek en eten. Ik leerde over het monoculturele, hopeloos saaie leven in de provincie. Ik leerde dialecten, spreekwoorden en uitdrukkingen die meer zeggen over een land dan welke handleiding ook. En toen in die tijd bij ons in Osdorp een nieuw park werd geopend, kwam Def Rimes optreden. Dat was een van de eerste keren dat ik überhaupt een live optreden zag en meteen kennis maakte met hoog niveau vakmanschap, vakmanschap op het podium. Een paar jongeren vonden het nodig om tomaten te gooien naar de rapper die hun zusjes liet zakken tot de grond. En wat deed Def Rimes? Die ving elke tomaat met zijn handen op en at ze op. En sprak tot de kinderen, Oeh, tomaten wat zijn jullie gezond lieve kindjes, ik ben trots op jullie, blijf maar gooien. Ze hielden meteen op en dropen af. Naast Inburger in Nederland leerde hij mij dus een andere wijze les. When life throws tomatoes at you, you catch it and eat it. De Frames was werkelijk de allergoeiste. Met zijn overlijden verliest Nederland een grote entertainer. Laten we allemaal in zijn nagedachtenis dan ook extra stilstaan bij en aandacht schenken aan de dingen waar we dankbaar voor zijn en de dingen waar we te vanzelfsprekend mee omgaan. Laten we liever en aardiger zijn voor elkaar. In deze tijd klinkt het misschien radicaal, maar probeer zelf meer te lachen en laat anderen ook wat vaker lachen. fora da bomf